Dag Joachim, proficiat met je finale plaats voor Mr. Gavaner 2015. Ik ga je nu even kort enkele vragen stellen. Mijn eerste vraag is, bent u gelovig? Ik ben wel gelovig, maar het is niet zo in de zin dat ik echt naar de kerk ga ofzo. Maar ik geloof wel, bijvoorbeeld als ik dood zou gaan, dat ik dan wel naar God zou gaan. En dat ik daar een beter leven heb dan hier. Ook al is dit leven best wel interessant en tof. Mijn tweede vraag voor u is, is er een voorwerp of iets dat je nooit zou willen wegwerpen? Iets wat ik nooit zou willen wegwerpen is zeker mijn computer, omdat ik heel gehecht eraan ben. Omdat daar ook al mijn muziek en software op staat voor mijn mixen te maken. En gewoon omdat dat mij verbindt met vrienden die heel ver weg wonen. Oké, en dan een derde vraag. Gelooft u in liefde op het eerste gezicht? Liefde op het eerste gezicht. Ik geloof er wel in. Ik heb het zelf een keer meegemaakt, maar het is wel niet heel lang blijven duren. Maar ik geloof er eigenlijk wel redelijk hard in, omdat er heel veel vrienden van mij zeker al een lief hebben leren kennen op het eerste gezicht. Oké, en dan heb ik nog twee heel korte vraagjes voor jou. De eerste is, uitgaan of gezellig lekker thuis blijven? Uitgaan, omdat ik heel graag met mijn vrienden samen in een café zit. En dan de tweede vraag is, bier of wijn? Wijn, want ik lust geen bier. Oké, dank u wel voor dit interview.